Jan de Jager, binnenkort de operationeel technisch manager. Dat betekent niet meer op het veld. Moeilijke keuze? Ja, wel een moeilijke keuze. Maar voorlopig sta ik dit jaar en volgend seizoen nog op het veld bij Borgerhout in België. Volgend jaar ga ik me wel al verder bemoeien met het technisch beleid van PKC. Daar ben ik eigenlijk nu al mee begonnen. Om het jaar daarna daar eigenlijk mijn eigen fulltime bezig te houden. Ja. Operationeel technisch manager. Een hele mond vol. Wat houdt het in? Ja, eigenlijk alles om PKC aan de top te houden. Coördinator topcorval vind ik eigenlijk een goede naam. Die vacature was er. En dat is eigenlijk voor een club als PKC een lagune die opgevuld moet worden. En ze zochten iemand die de club goed kon en de bagage had om dat te doen. En ja, ik vind het leuk om bij mijn eigen club zo'n functie te gaan bekleden. Je bent nog niet officieel begonnen, wel op de achtergrond wel een beetje bezig. De eerste prioriteit is het aanstellen van een nieuwe trainer of in elk geval het zoeken ernaar. Nee, klopt. We zijn met een klein groepje vanuit het bestuur. En mijzelf zijn we nu bezig met het aanstellen van een trainer voor volgend seizoen. Detlef toch vrij kort geleden aangegeven te stoppen bij PKC 1. Dus de prioriteit ligt nu bij het zoeken voor een goede trainer voor PKC 1. En is er ongetwijfeld dan een grote shortlist of misschien wel een kleine shortlist? Kan je daar iets over zeggen? Nou, er is een shortlist. We hebben op dit moment 2 mensen op het oog met wie we ook gaan praten. En, ja, we hopen eigenlijk binnen nu en 2 weken de nieuwe trainer van PKC bekend te maken. Eentje is wel logisch, dat ligt wel heel erg voor de hand. Dat is de man die hier ook vanmiddag is, Richard van Vloot. Wat zou hem interessant maken? Die noemt iedereen, dus wij gaan met 2 mensen praten. Maar Richard heeft bewezen de afgelopen jaren om altijd finales te winnen. En dat is al heel belangrijk. Want, zeker bij PKC. Nou ja, PKC is een topploeg, speelt veel finales, hebben de procentueel te weinig gewonnen, denk ik ook met de kwaliteiten die ze hebben. Dus nee, Richard ontwikkelt zich fantastisch en laat zien dat hij wel toe is aan een topploeg. Is dat ook hetgene wat het meeste steekt binnen deze club? Dat ze altijd de topploeg zijn, maar bijna nooit, nou ja nooit, de afgelopen 7 jaar, maar 2 keer de finale hebben gewonnen? Ja, maar ik zeg altijd, finales komen, dat moet je eigenlijk. Zeker over 3 wedstrijden, verleden jaar ging dat mis. Finales kan je helaas niet kopen. En tegen finales speelt hij tegen een andere topploeg. En die kan je ook verliezen. 2 uit 7. Ja, dat lijkt dramatisch, maar je wint er wel 2. Iets kritischer hoor. Dat is toch wel dramatisch met deze groep? Met deze groep hadden we meer finales moeten winnen. Ja. Ik denk minimaal de helft, meer dan de helft hadden we moeten winnen. Is niet gebeurd. En dan kan je achteruit kijken, maar je kan ook inderdaad vooruit kijken. Wat voor trainer hebben we nodig? Wat voor ploeg hebben we nodig? Om te zorgen dat PKC en aan de top blijft met de ploeg die we nu hebben. Maar ook investeert in nieuw jong talent. Wat voor trainer heeft PKC dan nodig? Nou, iemand die de klappen van de zweep kent. En dat kan een jonge trainer zijn die komt. Maar het kan ook een gearriveerde trainer zijn die met zo'n ploeg kan werken. Wat is het verschil tussen het PKC van vorig jaar en van dit seizoen? Zijn ze verder? Zijn ze beter? Nou, ik denk dat er niet zoveel verschil in zit. Vond ze verleden jaar heel dominant. Dit jaar zie je dat ze, vind ik, wat meer de keuze maken, de wisseling maken tussen en dynamisch korfbal, maar ook 1-1. Ook met het oog, denk ik, om in finale stalig klaar te zijn. Om, als het spannend wordt, echte beslissingen te kunnen nemen. Daar heeft het denk ik wel aan geschort de laatste jaren. Dus ik denk dat PKC gewoon op de goede weg is dit seizoen. En dan later ook nog een taak voor jou om spelers te gaan halen mogelijk? Nou ja, een van de onderdelen van het coördinator topkorfbal zal zijn ook het scoutingsapparaat weer opbouwen. Maar ook het interne talent, want PKC heeft meer dan 1000 leden. En ik denk de doorstroming van de eigen talenten moet ook weer voortgang krijgen. Dat zal niet binnen enkele jaren zijn, maar we moeten wel gaan zorgen dat PKC niet afhankelijk is van mensen van buitenaf.